De schouder is een regio van het lichaam waar enorme lenigheid vereist is. Tevens is er ook veel stabiliteit nodig. Mensen kunnen zeer grote bewegingen maken met hun schouder. Deze grote lenigheid moet echter wel goed onder controle blijven. Het lichaam heeft op zich een mooie oplossing bedacht voor dit vraagstuk. Er zijn veel gewrichten die hun bijdrage leveren aan het bewegen van de schouder. Ten eerste scharniert de kop van de bovenarm in de kom van het schouderblad, zoals hier te zien is. De verbinding van het schouderblad en de bovenarm neemt iets meer dan de helft van de bewegingen van de schouder voor zijn rekening. Daarnaast kan het schouderblad over de ribben glijden. Het schouderblad wordt daarbij gestuurd door het sleutelbeen. Het sleutelbeen en het schouderblad samen worden de schoudergordel genoemd. De schoudergordel draagt ongeveer 1/3 van de schouderbewegingen bij. Naast de schoudergordel en het schoudergewricht kunnen ook de ribben, de borstwervels en de nekwervels meebewegen. De uiteindelijke optelsom van al deze gewrichten tezamen vormt de lenigheid die de schouder kenmerkt. Om stabiel te kunnen bewegen, moet de schouder ergens zijn stevigheid aan ontlenen. Er bestaan 4 verschillende factoren waardoor de schouder stabiel wordt. De schouder is een kogelgewricht. De holle kom en de bolle kop passen deels in elkaar. Door een kraakbeenring wordt de kom van het schoudergewricht verdiept. Er zitten banden en een kapsel rond de schouder. Dit vormt een soort net rondom het gewricht, waardoor de botstukken bij elkaar gehouden worden. Hierde heeft de schouder een diepe laag spieren. Deze spieren trekken de kop en de kom in elkaar. Doordat deze spieren vrijwel volledig rondom de schouder aanwezig zijn, kunnen ze in elke positie en elke beweging de kop en de kom in elkaar gedrukt houden, waardoor de schouder altijd stabiel kan bewegen. Onder sommige omstandigheden kan er echter sprake zijn van instabiliteit. Tijdens bewegingen worden de kop en de kom niet goed op hun plaats gehouden en kan de kop uit de kom schieten. We spreken dan van een luxatie. De schouder moet dan door een arts weer in de kom worden getrokken. Een fysiotherapeut kan vervolgens trainen om de schouder weer onder controle te krijgen en de stabiliteit te herstellen. Soms is de stabiliteit echter niet met fysiotherapie te herstellen en kan een orthopeed besluiten een stabiliserende operatie uit te voeren. Bij een gebroken kom kan het bot met schroeven worden gefixeerd. Bij gescheurde kapselbanden kunnen de banden worden ingekort. Wanneer de kraakbeenring gescheurd is, kan hij met zogenaamde ankers opnieuw aan de schouderkom worden vastgehecht. Doorgaans zijn zulke operaties effectief en kan een patiënt na deze ingreep weer probleemloos bewegen. Soms blijven echter klachten bestaan of treden herhaalde scheuren op. In zo'n geval kan uw orthopeed besluiten een latarriet-operatie uit te voeren. Bij een latarriet-operatie wordt een botstukje van het schouderblad verplaatst. Dit botstukje heet het ravenbekuitsteeksel. Onder andere de biceps zit er voor een deel op vast. Het deel wordt afgezaagd en voorbereid om met zijn zijkant tegen de kom van het schoudergewricht te kunnen worden verplaatst. Er worden 2 gaatjes ingeboord om er vervolgens schroeven doorheen te kunnen steken. De aanhechting van de biceps blijft intact en wordt tijdens de operatie dus mee verplaatst. Er wordt door de voorste schouderspier, de subscapularis, een spleetje gemaakt. De voorzijde van de kom wordt opgeruwd. Het deel van het ravenbekuitsteeksel wordt uiteindelijk tegen de voorzijde van de kom aangeschroefd. Het is belangrijk dat de operatie door de subscapularis heen wordt gedaan. Op deze wijze wordt de biceps namelijk door de subscapularis getrokken. Het effect hiervan is dat de subscapularis en de biceps tezamen tegen de voorzijde van de schouder worden geduwd. Naast het verbreden van de kom door het botblokje wordt de schouder hiermee stabiel gemaakt.
De orthopeed verplaatst een botstuk om de schouder stabiel te maken. Direct na de operatie is dit echter nog niet sterk genoeg. Omdat het bot op een ander bot moet vastgroeien, duurt het 6 weken voordat de schouder weer actief bewogen mag worden. Vervolgens mag de patiënt in de loop van de weken zijn activiteiten verder opbouwen.